Welkom, beste luisteraars, bij Bink, de podcast voor en door de STV-supporter. Welkom ook van op Staaien, want we nemen onze podcast weer eens op heilige grond, namelijk op Staaien, en dat vlak voor de nieuwjaarsreceptie. Luister zeker ook helemaal tot op het einde, want we sluiten vandaag af met een grote verrassing. Vandaag dus, want vandaag willen we na onze, en hier mogen we dat toch wel zeggen, ophefmakende uitzending van vorige keer met David Makers, willen we het iets gewoner doen vandaag. Ik denk dat we vandaag daar heel goed in geslaagd gaan zijn met de gast die we vandaag hebben. Doe het maar gewoon. Bovendien, we hebben ook heel veel zaken over te spreken. Niele, wat was er allemaal niet gebeurd? Dat klopt, Jan. De vorige podcast dateert van 6 januari met onze voorzitter. Een heel populaire podcast. We waren heel tevreden dat we hem over de vloer hebben gekregen. Maar intussen is er dus heel veel gebeurd. Wij hadden het toen over het vertrek van Bruls, maar moesten toen nog de uitmatch op Standaard aankondigen. Daar hebben we intussen gelijk gespeeld. Er is de bekeruitschakeling dan tegen Zulte Waregem, spijtig genoeg. Er is de overwinning in Eupen. En dan thuis gelijk tegen Brugge. En dan nu natuurlijk afgelopen zondag verloren van Gent. We hebben er dan ook voor gekozen om nu pas op te nemen. En we wouden een beetje die twee thuismatchen bundelen. Anders werd dat allemaal wat te druk. Maar ja, dat vraagt dus om een podcast met een gast. Ja, en wie is die gast, Jan? We hebben vandaag ook een gast. En we zitten dus niet alleen. We hebben hier niemand minder dan Matthias Kempeneers bij ons. Dat is een echte truienaar. Die nu weliswaar al een hele tijd in Mechelen woont. Maar niet niet Mechelen Bovelingen, dat is ook belangrijk. En die toch, ook al is het redelijk ver, elke thuiswedstrijd trouw afzakt naar Staaien. We gaan er ook niet flauw voor doen, Niele. We kennen Matthias al heel lang. Hoe lang zouden we hem al kennen? Veel te lang, maar ik denk zeker toch al 22 jaar. We gaan er ook niet op ingaan hoe dat we elkaar leren kennen, want uw mama die luistert mee, Matthias. Daar zijn verhalen die het daglicht niet verdragen. Het had ook niet veel gescheeld, Matthias, of had hij u hier nooit uitgenodigd? Want mijn eerste vraag voor u is, gerelateerd aan het volgende. Ik herinner me dat je in het verleden ook nog een paar sjaal rond uw nek had hangen. Hoe is het daarmee met die sjaal? Je bedoelde de periode dat ik bij VK Zeppelin gespeeld heb? Nee, dat is een flauw antwoord, want we weten allemaal waar het over gaat. Laat ons zeggen dat dat een jeugdzonde was, Jan. Iedereen heeft in zijn jeugd of in zijn jonge jaren wel eens een jeugdzonde en... Laat ons zeggen dat ik, ja, om een of andere bizarre reden, ik heb ook eens zitten nadenken, hoe komt dat eigenlijk, dat ik daar ooit verzeild ben geraakt? Maar ja, ik heb wel een tijdje een paars witte sjaal van niet nader genoemde club uit Brussel rond mijn nek gedragen. Ja. Maar het is u vergeven, Matthias. Welkom. Dank je wel. Absoluut, welkom. Blij dat je erbij bent. Dank je wel, man. Ik wist niet dat je al een UB-lijst zat van gasten. Wij ook niet. Ja, dus ik, in het rijtje van de voorbije podcast is het wel zeer vreemd dat ik hier nu zit. Maar, hey. Nee, de druk op je schouders wordt alleen maar groter. Ik voel me heel welkom. Goed, prima. Dus, goed. We hebben natuurlijk, zoals je weet, Matthias, altijd onze rubrieken. We proberen dat wel te houden. De match, de kantine. Vroeger was het beter. Maar goed, we gaan beginnen met de match. En er zijn dus verschillende matchen geweest. Niel heeft ze daar straks al even benoemd. Maar voor we daarop ingaan, is het misschien toch eens goed om wat stil te staan bij de orde van de dag. Of toch wat dat de orde van de dag lijkt geworden te zijn. We zullen het kunnen noemen met het noemer de scheidsrechtelijke dwalingen. We zagen gisteren de open brief van STVV. Ja, mannen, wat denken we daarvan? Ja, zal ik beginnen? Man? Begin maar. Ik vind die brief op zich een goede zet. Ik denk dat we daar vanuit STV ook een heel duidelijk signaal naar de supporters hebben gekregen. Van, we staan aan jullie kant en we zijn ook niet tevreden. Of dat veel uithaalt, dat is natuurlijk iets anders. Soms doe je daar meer kwaad mee dan goed. Maar in hun geval, ik denk dat het zo is opgesteld, dat het eigenlijk wel proper is opgesteld. Het heeft ook meteen al het nationaal nieuws gehaald. Dus ik denk dat dat ook is wat je wilt bereiken. En als we dan vandaag zien dat Smet, die de VAR was tijdens de match van zondag, dat hij dan toch niet de match van aanstaande zaterdag gaat fluiten, maar wel Boterberg, ja, dan heeft het misschien al wel iets uitgehaald. Dus ik sta daar zeker achter, die open brief.
En ja, de scheidsrechtelijke dwalingen, moet ik daar ook al op ingaan? Of? Wel, Matthias, jij wou ook nog iets zeggen. Nee, ik vond dat een heel goed statement van de club uit. Hè. Ook ten opzichte van de supporters en richting de Pro League. En het referee department vond dat hallucinant om dan Frank de Bleker daarvoor zo een of andere achtergrond van het referee department dan meteen in 47 seconden te zeggen van hey, ze waren fout. En dan denk ik achteraf, ja, maar wat kopen we daar nu mee? Ja, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, één, we kopen ermee waarschijnlijk dat hem niet geschorst wordt. Dat is waar. Dat is één. En dat twee, ja, we zouden ook kunnen zeggen, het is misschien goed dat ze hun fouten herkennen. Dat is waar. Ik hoop dat er dan ook echt wel gevolg aan gegeven wordt. Maar is dat niet het probleem? Maar je voelt wel een beetje dat ze het noorden kwijt zijn. Ja. Ik denk dat dat in andere podcasts ook al aan bod is gekomen. Ik weet echt niet meer wat ze aan het doen zijn. Het is de derde match. Nu, ik ben niet helemaal akkoord met de fase van Schmidt. Ik heb ze nu in deze week opnieuw bekeken. Ik was op vakantie, dus ik heb ze niet live gezien. Je kunt daar in de twee kanten wel argumenteren. Misschien als die speler door kan, scoort hij. Het is wel weg van de goal, wat ook altijd een argument is. Leisner kan er nog tussen komen. Dus dat is misschien zo wat twijfelgeval. Ik denk dat er veel minder een twijfelgeval bestaat over de penaltyfase met Odoi, die werkelijk gaat leunen en hangen op Hayashi. Nadeel daar is dan weer dat Hayashi wel zo'n beetje zijn stijl tegen heeft. Ook wel altijd zijn armen gebruikt. Ja. Maar het was wel overduidelijk penalty. En daar komt de VAR dan niet tussen. Het is onbegrijpelijk dat je dan zondag die fase krijgt waarbij... Waarbij het... Het was al opmerkelijk dat het fout was. Ik denk dat we al heel hard alle drie hier geschreeuwd hebben dat het fout was, dat het geel was. En dan gaat hij nog kijken en dan blijkt nog rood te zijn. Het is onvoorstelbaar. Ik kan er eigenlijk echt nog altijd niet bij. Ja. Nee, dat klopt. Langs de ene kant, er was ook discussie van is de VAR nu een goede zaak of een slechte zaak? Hè? Door mijn beroep kom ik in aanraking met heel veel andere sporten en de organisatie daar rond. En ik weet nog, als we destijds hockeywedstrijden organiseerden onder DK, hè, daar kwam ik voor de eerste keer in aanraking met de VAR. En ik dacht van, hey, voor wat zouden we dat niet in voetbal introduceren? Want dat geeft echt wel een meerwaarde aan soms van die discutabele fase over offside, over fouten, over dit of over dat. En die VAR, dat werkt wel. En hier in België hebben we dan nog eens een zeer goed uitgerust VAR-systeem, zal ik maar zeggen. Je hebt de beste broadcasting companies die alles in beeld brengen. Het is technisch top. In Tubize, ik ben er geweest. Ik heb daar in die VAR-room gezeten. Onwaarschijnlijk straf dat wij in onze competitie zoiets hebben. Ja. Alleen... Die beslissingen blijven genomen worden door mensen. En ja, daar komt misschien op het punt echt het probleem uit. Het gaat over mensen. En misschien, dat zal niet de enige zijn, of ik zal niet de eerste zijn die dat zegt, maar allicht is er wel een probleem met de kwaliteit van scheidsrechters in België. Ik denk dat ook. Ik wil nog niet geloven in die complottheorieën die je hier en daar leest. Ik denk dat het gewoon onbekwaamheid is. Als ik ook zie... misschien ben ik daar wat te brut in, wat ik nu ga zeggen, maar als je die Verbomen zag staan op de plein, die man is van 88, hè, Matthias, had gehoord. Ja, dus hij is 34 jaar. Die is 34 jaar. Die man ziet er niet uit alsof hem sport. Hè. Ik bedoel, dat is wat mij stoort. Die man heeft geen presence, die staat daar en die kan precies niet volgen. En je moet eens over nadenken. Ik vraag me af, moest je een enquête doen met de scheidsrechter, hoeveel van die mannen die op professioneel niveau scheidsrechter zijn, hebben ooit gevoetbald of hebben lange tijd gevoetbald? Ja. Ja. Al die arbiters die zijn van in de jeugd, zijn dikwijls scheidsrechter. Ik ken zo'n paar van die jong gasten, die kiezen ervoor om scheidsrechter te worden, maar hun affiniteit met het echte spel, het echte zelf spelen, als Kuyt dat die dribbel doet, iedereen weet die gevoetbald heeft, die mens doet dat niet opzettelijk. Die is een actie aan het maken, die glijdt halvelings van de bal. Philip Joost noemt dat een onbewust intentionele fout. Wat als ze in de literaire termen contradictio in terminis. We gaan allemaal beginnen met zijn Latijnse woorden, daar gaan we. Ja, maar het is wel een feit. Hè. Ik zal het in gewone termen zeggen, dikke bullshit. Ja, leg mij eens uit, onbewust intentioneel. Ik bedoel, dat mag je misschien zelf aan zijn zus de germanisten vragen, maar ik heb het thuis aan een germaniste gevraagd en die begrepen er niks van. Die zei, dat zijn twee termen die niet samengaan. Ik bedoel, je kunt niet... Hij moest weer een statement maken. Het was weer langs de andere kant, die mens heeft wel gevoetbald en op hoog niveau, dus die zou zelfs als eerste moeten begrijpen dat in zo'n actie... Dat werd ook wel, maar op hoog niveau, dan waren er toch aan de andere kant van de tafel in extra time twee andere spelers die wel op echt hoog niveau gespeeld hebben, die dat allemaal... En toen niet toevallig waarschijnlijk aanvallers de kant van Kuyt kozen. Het blijft gewoon een feit.
Maar het is de optelsom, Jan. Het is en, ja. die rode kaart van Schmidt, en die penaltyfase tegen Brugge, en die dingen. Dus dat is juist wat er in die brief staat. Je krijgt soms het gevoel dat je als kleine club bij wijze van spreken zelfs niet mocht meedoen voor die eerste plaats. Daar weiger ik toch een beetje in te geloven. Ik denk als je de topclubs hoort, de zogenaamde topclubs, dat die ook wel regelmatig voor de klaagmuur staan. Ik denk dat dat dan gewoon gegeven is, dat arbitrage gewoon het voetbal niet meer voelt. En ik eigenlijk nog meer dan die, van niet nog meer, maar zeker even hard, vind ik dat terugkomen in die twee gele kaarten die we daar op het einde van de match nog krijgen. Een match, een scheidsrechter die voetbal aanvoelt, ja, die geeft voor zo'n fout op dat moment geen geel meer. En dat is ook heel die hebben ook zware gevolgen, want daardoor zijn de twee spelers die het gekregen hebben ook niet aanwezig zaterdag. Het waren stevige fouten. Ah, dat wist ik zo. Ik heb de fout van Van Dessel gezien. Dat was een stevige kaart, maar die jongen stond amper een paar meter op het veld. Dat bedoel ik met voetbal. Geel aan te geven. Ja, inderdaad, ze voelen het te weinig aan. En dat bedoel ik van, hebben ze wel zelf voetbal gespeeld en weten ze wat het is om in een match te zitten. En ik vind dat een VAR die daar zoveel camera's heeft, die kan inzoomen wat hem wilt, die dat 20 keer... Ik denk dat hem het gewoon waarschijnlijk rood heeft gegeven, omdat hem juist zo fel aan het inzoomen was op het moment dat hij op dat scherm ging. En vertraging van het beeld. En dan zoveel keer opnieuw zien. Ja, en op de duur wordt het erg. Ik denk ook... en daar heb ik al eens over zitten nadenken, maar dat is heel out of the box. Scheidsrechters... Kun je nog lang zijn? En ik vind het opvallend dat de gemiddelde voetballer stopt toch rond zijn 35e. Waarom zou je dat... Jij bent nog bezig, hè? Ja, dat laatste... Ik ben zelfs ook nog bezig. Is er een 35-jarige voetballer die perfect nog een scheidsrechter zou kunnen zijn? Absoluut. En ik, dat vind ik... Maar dat wordt niet gedaan. Dat is nooit sprake van... Het heeft ook waarschijnlijk voor een stuk te maken, moesten ze mij vragen om het te doen, ik zou het ook niet doen. Want het imago van een scheidsrechter is gewoon niet goed. En chapeau naar, want ik weet dat we twee trouwe luisteraars hier hebben van de podcast, die begin 20 zijn en die scheidsrechter zijn, chapeau dat die het willen doen. En dat is zeker geen verwijt naar die jongens, maar het is gevoeld dat er ergens zou er iets moeten gebeuren. Ook een imago zou beter moeten zijn. Maar dat werkt natuurlijk niet. Matchen naar zondag werkt dat niet in de hand. Nee, het moet van twee kanten komen in dit geval. Ja. Goed, ik denk we hebben er ons even therapeutisch over uitgelaten nogmaals. En het was zondag ook wel de moeite. Ik denk dat ik nog nooit zo hard geroepen op een scheidsrechter. We komen er straks Het was wel een heel mooi moment. Ik vond de scheidsrechter dan terechte fout in ons voordeel floot, dat een hele tribune begon te applaudisseren. Zo de hele stadion. Ja. Ik vond dat ongelooflijk. Ja. Daar komen we thuis nog op terug, want daar wil ik het nog even over hebben als we het over de tribune hebben. Okay. Manila, terug naar de wedstrijd. We hebben nu een aantal wedstrijden gezien. Ja, laten we het maar houden op de thuismatchen, de laatste twee. Kleine analyse. Matthias, je werd er niet tegen Brugge, denk ik. Ik ga gewoon heel kort... Ik heb de match wel gezien. Ik had wel misschien al een pintje te veel op, want ik zat in Oostenrijk na de après-ski. Ik heb de match wel gezien op tv. Wat mij opviel was, eerste helft zeker een sterker middenveld van Brugge. Ik vond Van Aken goed. Ik ben niet zo'n grote Van Aken fan, maar ik vond die goed. Ik vond ze vooraan met Buchanan en Jaremchuk heel zwak. Noah Lang was wel gevaarlijk natuurlijk, met zijn snelheid. Daar had zelfs Wolke Janssens mee. Toch ook niet de traagste, het moeilijk mee. Maar dan zijn we toch stilaan in die match gekomen. En met heel veel druk, met heel veel passie. Jammer van die penaltyfase, al eerste helft en dan tweede helft. Echt met onder dinges van de supporters, vond ik wel. Ja. Onder invloed van de supporters. En ik vond dat ook heel vaak aan onze kant, aan onze tribune Oost was. En dat was niet toevallig in mijn ogen met die Meijer, die Nederlander, die echt heel vaak overspeeld werd in mijn ogen. Het werd ieder ballen over hem heen, in zijn rug. En daarom haalden we de kansen uit. En daar scoren we ook uit. Ja. En dan staat Gianni Bruno er toch maar weer om de goal te maken. En dan denk ik, die man is echt intussen een goud waard dit seizoen aan het worden. Hè? Kunnen we die kopen eigenlijk? Weet ik niet. Ja, dat is de vraag. Wordt gehuurd van Gent. Maar... Ja, als er budget is en als hij zou willen blijven. Maar ik vond Brugge echt niet zo slecht. Ik heb eigenlijk veel slechter voetbal. Een verschil met de bekermatch. Absoluut. En ik vond het dan ook wel sterk dat wij niet ten onder gaan. Of dat wij daar zeker ons mannetje staan. Zelfs meer dan dat.
Wat ik wel vond, en Niela, je hebt het ook al... Je hebt het ook op voorhand al gesproken, die Okazaki. Ja, dat was echt wel te weinig. En die moest dan nog zo wat meer op rij spelen. Ik vond dat echt... Ja. Jullie zijn geen fan, hè, van Okazaki. Dat jij wel een fan. Ik ben fan. Ik vind dat ongelooflijk dat die mens... Denk, Niela, jij zit de man van de cijfers. Ik denk 4 of 35 is die ondertussen. Mm. Hè? Je moet er eens op nagaan... Die loopt heel veel. En je gaat zeggen, ja, die loopt veel, maar doet er niks mee. Maar die loopt heel veel en die loopt heel slim. En ik ben er echt van overtuigd dat Bruno 10 golen maakt, omdat Okazaki rondom loopt. Die pakt heel veel, heeft hele slimme loopacties waar Bruno kan van profiteren. Ik vind Okazaki voor zijn leeftijd zo blijven lopen tot de laatste minuut. Die maakt veel openingen, waardoor dat Bruno meer eruit komt. Maar hij mist wel een heel belangrijke kans tegen Brugge. Ja, dat is waar. Nu gaat Matthias zeggen dat hij veel gelopen heeft. En hij mist ook in mijn ogen een heel grote kans tegen Gent. Want vergeet niet, vlak na de rode kaart krijgen wij 5 minuten of 3 minuten later krijgen wij een dikke kans. Als de brek van de eerste keer stamt, is er waarschijnlijk binnen. Ja, ja. Hij twijfelt, we missen. Dat had een heel ander match kunnen zijn. Ja. Als hij die goal maakt, is het 1-0. Dan wil ik nog wel eens zien of we bij die 10 tegen 11 of helemaal zo zwaar onderuit gaan. Ja. Ik vind Okazaki, en je weet, ik ben een grote fan van Hollerbach. Hij doet het toch maar allemaal. Je weet, bij Hollerbach speelt de beste. En het feit dat Okazaki al die matchen mag blijven spelen... Ja. Ja, dat is natuurlijk een serieuze aanname dat jij zegt dat bij Hollerbach de beste speelt. Ik denk dat er daar mensen niet altijd hetzelfde idee voor over hebben. Hè? Ik vind persoonlijk Okazaki... Ik kan wel volgen wat dat gezegd, maar ik ben het dan minder eens dat je bijvoorbeeld... Hè, als we dan gezien hebben tegen Gent... Oké, die wedstrijd was een half verloren, ja, maar toch... Ja, waarom haalt je dan Hayashi af en laat je Okazaki staan? Terwijl voor mij Hayashi net meer die punch heeft, net meer dat jagend karakter en die diepte heeft. Hij heeft sowieso wel zijn mannetjes, Hollerbach. Toch? Ja, maar ik denk dat Hollerbach op dat moment zoiets had van ik wil hier niet gaan afgaan. Okazaki is een van mijn slimmere spelers. Ik denk dat intrinsiek qua nadenken en qua spelinzicht zie ik Okazaki, schat ik die veel hoger in dan Hayashi. Het kalf was toch verdronken, hè? Allee, kijk naar ons, hoe dat wij op de tribune zaten. Kijk naar de spelers op het veld. Je zag gewoon bij die rode kaart en dan bij die 0-1. Ha, ja, jongens, ik moet wel zeggen ik zag het niet meer zitten. En als ik het al niet meer zie zitten, dan is het al heel ver. Dat is waar. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik dan nog... Maar zelden, dat ik mezelf niet meer kan herinneren, dat was zo die tweede helft, dat was wezenloos. Hè? Machteloos. Machteloos ging die bal van voet naar voet bij Gent. En ja, wij zaten te kijken. Ja. Ik herinner me zo'n match tegen, was lang geleden, jaren 90, tegen Lierse, denk ik, dat we daar echt na de rust, al voor de rust al... We kregen ook zoiets in de eerste minuut al een rode kaart, omdat iemand de bal van de lijn haalt. Dat was ook die bewuste wedstrijd dat er iemand uit de tribune is gesprongen op het veld en richting de arbiter is gevlogen tijdens de match. Dat heeft mijn grootvader ook ooit gedaan, maar daar ga ik straks iets over doen. Ah ja, oké, mooi. Dus een mooi bruggetje naar dat dan. maar goed, ja, het is zelden, gelukkig, maar zelden dat we zo'n wedstrijd zien. Hè. Nu, een andere speler die ik wel even eruit wil lichten, omdat ik vind, vanzelf vind dat hij het de laatste weken echt wel goed doet. Ik ben benieuwd naar jullie mening, is Boja. Ik vond hem heel onverzorgd, zeker de eerste helft tegen Brugge, maar op een duur stond hij er wel. Mm. En in de recuperatie vond ik dat hij echt... Dat was, iedere bal zat, ja, iedere keer zat hij er altijd tussen en... Dat was eigenlijk, ik denk dat we hebben het er al over gehad, die combinatie met Konaté loopt minder. Maar als hij daar alleen staat voor die recuperatie, heb je daar wel veel meer aan. Alleen vond ik hem wel soms, zeker tegen Brugge, af en toe die bal wegstampen. Gewoon op volop middenveld, gewoon wreef eronder en weg. En dat je denkt, shot gewoon. Maar dat is ook zijn carrière, als je hem ook ziet lopen, dan denk je van, Jan zegt altijd, dat is geen minst meer. Maar je wil het zien. Maar goed, als dat beter... Dat was, hing misschien ook aan, omdat er niemand anders dan gereed stond voor die bal op te vangen. Want Dumont had het bijvoorbeeld tegen Brugge wel moeilijk als zij balbezit hadden. Ja. Als hij de bal kreeg, deed hem daar wel iets goed. Hij heeft een heel goede crossbal, heeft hem tegen Gent ook laten zien. Ja. Maar het is misschien nog net te weinig op dit moment. Maar goed, Ik ben het er niet echt mee eens. Ik vind dat iets levert. Echt brengt ook. Ja, af en toe die crossbal vind ik heel goed. En misschien is dat gewoon... Moet die ook wel wat tijd hebben. Ja, die man is 3 maatjes bezig. Voilà. Maar ik wil maar zeggen, als je middenveld zit een beetje te verzuipen, dan is het logisch dat je af en toe eens die bal wegstaan. Denk ik dan. En Koita? Want voor die... ik ben grote fan van Koita. Ik vind dat... Ik vind, ik, ik, uh,
ik vind, Hollerbach brengt hem vaak in als, zo, als geheim wapen, zo precies. Hè. Dan, die brengt altijd een verschil als die inkomt. Hè. Die mag niet heel dikwijls starten, maar als hem dan invalt, dan vind ik dat hij direct snelheid brengt. Die, met zijn dribbles, ja, oké, het is nu Falikant afgelopen tegen Gent, maar die heeft soms van die dribbles dat je zegt van, oh ja, dat is echt, dat is echt een hele goede speler. Ja. En door zijn snelheid maakt het verschil. Maar ja, goed, hij heeft nog niet heel veel mogen meedoen. Je doet daar ook echt iemand... ik denk dat je daar ook echt een tegenstander mee kunt pijnen. Met Koita. En het is daarom dat ik het nog altijd jammer vind. Ik denk, 5 podcasts geleden of zo, hadden we het hier ook al eens gezegd. Ja. Zelfs met Ivo was. Klopt. Waarom proberen we niet eens en met Bokat en met Koita te spelen? Dan doe je ze op 2 flanken pijn. En natuurlijk moet je dan wel anders spelen. Daar ben ik van bewust. Niet met die 3-5-2 of 3-4-3 met die enkele flanken waar zij dan op spelen. Dan moet je ze wel hoger zetten. Alleen, ja, dat is misschien ook dan weer... Hollerbach komt nu 2 matchen met 10 te staan. Heeft toch wel geen antwoord dan. En blijft dan zo wat vasthouden aan die... organisatie. In plaats van ja, misschien eens met 4 van achter te spelen. Maar goed, ja, het is ook niet gemakkelijk. Maar ik blijf ook... Ik vond Koita goed begonnen tegen Brugge. Soms wat wegvallen. Maar als hij dan wel terug in de match komt, is hij supergevaarlijk. Ja. En daar moeten we even gebruik van maken. We zijn Bruls kwijt. Dan moet je het op een andere manier, dan moet je het op snelheid vinden. En ja, ik zou bij Koita en Bokat eens durven spelen. Maakt nog niet uit waar ze staan. Ja. Zwaar. Iedereen trainer. Iedereen trainer, dat sowieso. Een laatste speler die ik er even wil bijhalen, want ik mis hem echt. Ik weet niet waar hem is en wat ermee aan de hand is. Is Konaté. Ja. Hij is al geblesseerd. Hè? Ja, ja, ik heb dat ook gehoord. Maar ik denk wel echt dat hij geblesseerd is. Want die man had eigenlijk na laatste helft, hè, vorig seizoen, was hij ook terug zo wat weggezakt. Hè. Een beetje ontgoocheld ook dat hij geen transfer heeft gekregen denk ik, deze zomer. En gevoelde dat ook aan Bruls en ook bij Konaté. Jullie hebben het er al eens over gehad. Hè, dat hij ineens zo terug er stond en terug gezag dat hij echt goesting had. En je zag van, ja, die zijn we terug kwijt. En nu gaat er echt weg. Dus ik mag hopen dat het een blessure is en dat het echt dat de reden is. Anders, ja, ik zou niet inzien waarom een pot verdwenen is. Maar nee. Ja, ik weet niet dat het... We gaan hem nog goed kunnen gebruiken. Absoluut. En dan, absoluut. Ik denk, we hebben al heel wat spelers door benoemd. Je hebt nog net over Bruls gesproken. Ja. En dat brengt ons eigenlijk bij de kleedkamer. De kleedkamer, zoals je weet, Matthias, daar zoomen we even in op spelers. Ja, ik ben trouwe luisteraar van de podcast. Dat kan niet anders verwacht, anders kreeg je de slaag. Op zijn benen zaartslaan. Nee. Maar die is weg, Bruls. Niet alleen Bruls is weg, maar Aldakil. En we hebben in de plaats, mogen we misschien niet zo zeggen, maar in de plaats is een Rice en Hara gekomen. Rijts hebben we nu al zien spelen, haar nog niet. Maar goed, misschien eens beginnen met Rijts. Wat vinden we daarvan, mannen? Ik heb daar altijd, denk ik, een van de weinigen was, hè, in onze selecte groep op de tribune. De eeuwige optimist. Voor de podcastluisteraars, ik ben de eeuwige... eigenlijk het tegenovergestelde van Jan, hè, de eeuwige negativist. Ik vind dat de mensen dat niet gemerkt hebben. Dat is een feit. Ik ben de eeuwige optimist. Ik heb Rijts altijd graag zien spelen. Een paar heel mooie en belangrijke goals gemaakt. Remember Standaar, ik denk op Zulte Waard. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar die heeft daar een waanzinnig mooie goal gemaakt. Mm-hmm. Of was het op Kortrijk, niet op Zulte Waregem, denk ik. Mm-hmm. Vorig seizoen. En ik vind, die geeft zich 100%. Die straalt gewoon uit van, ik wil hier het beste van mezelf geven. Dus ik vind dat meerwaarde. Ik ben ook heel blij dat hij terugkomt. Hara. Ja. Ja. Goed, maar niet voor we naar Hara gaan. Hè, want jij hebt een iets genuanceerdere mening, Marijt. Misschien iets realistischer. Ik ben niet zo... Ik vond daar vooral geen basisspeler vorig jaar. En dat had zijn redenen. Dus ik stond daar nu niet zo op te springen. Alleen heb je natuurlijk wel wat spelers laten gaan. Dus ik snap wel de versterking in de breedte, zal ik het zo zeggen. Maar voor mij is dat niet iemand die meteen een basis plaatst. Ik vind ook dat hij af en toe te veel het spel opeist. Alsof hij de man is die het verschil gaat maken. Terwijl ik dat niet zie. Veel richtlijnen aan het geven, veel aan het wapperen met zijn armen. Maar ja, ik kan het goed aanpakken. Het deliveren vind ik wat minder. Je hebt vorig jaar wel een pak punten door die jongen gehaald. Hè? Als er evenveel punten in de terugronde haalt als er vorig jaar heeft gehaald, dan denk ik dat we heel blij mogen zijn dat we hebben. Maar, ik denk dat dat iets genuanceerd mag worden. Veel punten door Rijts gehaald, niet dat alleen door Rijts is. Ja, maar goed, je speelt er met 11, hè. Allee, ja, het is niet dat Rijts alleen... Wat vind jij, Jan? Wat ik ervan vind? Ja, ik vond het bijvoorbeeld vreemd dat hem nu al onmiddellijk in de eerste ploeg stond.
Ja. Dat vond ik vreemd. Ik vind niet dat die, als ik die zie spelen, heb ik hetzelfde idee als Unil. Ik vind dat hij inderdaad veel misbaar maakt en veel aanwezig lijkt op het veld. Maar als hem dan de bal heeft, daar ook niet altijd navenant op reageert. Dus ik heb, ja. Het is nu wel zo dat je de vorige match wel wat minder. Je had een uitgedunde kern. Hè? Klopt, ja. Goed. De breedte is een goede versterking en het backt heel goed voor Ivo. Hè. Rocco Rides, dat klinkt echt een heerlijke naam om uit te spreken. Rocco Rides, mooie naam. Goed, maar een andere naam die misschien wel mooi is, ik weet het niet. Hara vinden we dan een mooie naam. Ik denk eerder als een kuisproduct, maar... een Japanse paashaas. Ja, Hara, ik heb altijd een heel raar, nee, meen ik echt. Ik heb dat een raar figuur gevonden. Ik ook wel, eigenlijk. Ik vind dat een heel raar figuur. Heel veel mensen zeggen, Hara moet terugkomen, Hara moet terugkomen. Dan denk ik bij mijn eigen, ik denk, hoeveel golen heeft er gemaakt vorig jaar? Acht, zoiets? Vermoed het. Zeven, acht. Ja, ik weet het ook niet. Zeven, acht, negen. Mm. Ik wil liever niet zo warm van. Ik ben blij dat het er is. Hè? Maar met Bruno en mijn absolute favoriet daar rond Okazaki, denk ik, vond ik dat wel goed zitten. Laat ons zeggen, ja, misschien is dat een goede dubbelure. Ook daar in de breedte. Ja. Ik verwacht er niet zo heel veel van, maar... Ja, ik ook eigenlijk. Maar ik treed er volledig bij. Ik heb zoiets van... Dat is het type wel dat je nog niet hebt. Langs de andere kant maakten ze daar precies medesupporters van ons van. Alsof dat echt de missing link was. Dat had ik niet echt het gevoel bij hem. Ik vond dat ook inderdaad wel een rare speler... Dat was nu niet, hij heeft het gestalte, dat wordt dan gezegd, maar dat was nu niet in mijn ogen de balvaste spits. Ik heb hem wel ooit hier in zijn match weten alle kopduels winnen tegen Anderlecht. Dat was indrukwekkend, maar dat ging misschien meer aan... Dat doet hij wel, hij pakt wel heel hoge ballen in de lucht. Maar er zijn ook matchen geweest waar dat niet was. Dus dat zijn timing volledig verkeerd zat. Dus ik weet eigenlijk ook niet... Dus ik denk, ja, opnieuw, misschien goed om eens wat te kunnen roteren en eens iets anders te proberen in een match, maar... Ja, ziet jij hem eigenlijk samen in de ploeg met Bruno staan? Oh, dat nog wel. Ja? Omdat Bruno toch iemand is die profiteert, zoals Matthias eerder zegt, die profiteert van anderen. En ja, dan kan het natuurlijk wel helpen als je zo'n grote hebt staan en dan die afvallende bal bijvoorbeeld. En Bruno heeft wel in zijn seizoenen bijvoorbeeld bij Zotto Waregem ook al wel meer van op de flank gekomen. Ja. Dus... Die stond dan wat meer rechtsbuiten, als ik me niet vergis. Dus dat kan ook, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat zou wel gaan, denk ik. Ik denk dat dat ook een beetje de bedoeling is. Misschien met Okazaki er dan achter. Hè, die dan nu al wat vaker op die team speelt. Ja, of Hayashi dan gaan blijven staan, dat weet ik niet. We gaan het zien, alleen Hollerbach weet het. Hè. Ik denk dat we nu het hoofdstuk scheidsrechtelijke dwalingen en de match en de spelers hebben behandeld. Maar we zitten nog altijd in de kantin. En... Of in de kleedkamer. De kleedkamer, hè? We zitten op de dekken. We zitten nog in de kantine, ja. Dat is omdat ik een bok aan het drinken. Ah, ja. Is al uit, je moet dan de volgende pakken. We kunnen de podcast niet stoppen. Maar dus, we spreken nog altijd op de kleedkamer, terecht. En we spreken hier ook soms over oudspelers. En nu wil het toeval dat de zoon van een oudspeler hier bij ons zit, toch? Ja, dat is waar. Onze papa heeft hier... Want ik ben het nog eens gaan navragen, want dat is eigenlijk voor mijn tijd, voor ik geboren ben. Maar onze papa heeft hier van het seizoen 1973, 74 tot 80, 81... dat is veel jaren, hè. Moet je misschien jaren. Zijn naam eens zeggen? Want... Herman Kempeneers. Voor de kenners onder ons, Herman Kempeneers. In zijn tijd, dat is echt waar, ik heb het nog zitten nakijken, en ook als je zo de Panini-stickers van toen er terug boven haalt. In zijn tijd, de enige echte truinaar in de ploeg. Onze papa is van Buitersoo, van de Zepperweg. U wel bekend. Onze papa was een ras echte truinaar. Die was eigenlijk de enige truinaar in die periode die in de ploeg stond. Gaat dan nog wel een paar van de dorpen er rond. Van Nieuwerkerken, Mingolet denk ik dat er toen nog was. En dan had je nog wel wat mannen van Landen en zo er rond. Maar papa was wel echt een truinaar. Dus toch 7-8 seizoenen in de eerste ploeg. Dus dat is wel iets waar we fier op zijn in de familie. Mijn broer heeft zo voor zijn verjaardag zoveel jaren geleden soms een hele grote kader gemaakt met allemaal krantartikels. Want mijn grootmoeder hield alles bij, elk artikel en elke sticker. En als er zo'n titel zo, Kempeneers rot in de branding bij STVV. En ik moet zeggen, dat is wel fijn. En dat is de reden, denk ik, ik heb dat met de paplepel ingegeven gekregen. Hè. Onze mama was wel absoluut anti-voetbal, kende niks van voetbal, moest niks van voetbal weten.
En dan is ze dan toch ergens, ik denk dat ze elkaar leren kennen hebben op een avond in de Montini, in de tijd, dat ze dan toch... Je die Gert Verheyen al een rustig krijgen. Ja, onze mama was een hele brave, nog altijd. Is een brave, was een brave. Dus, maar dat is ene keer waarschijnlijk met de spelers van Sint-Truiden in de Montini beland. Daar heeft hem onze mama leren kennen. En dan, ja, dan was ze noodgedwongen, moest ze mee naar de voetbal. Dus, maar ja. Dat is van voor mijn tijd. Ik heb papa wel weten voetballen. Hij is daarna nog in derde klasse gaan voetballen bij Herderen. Edera Mille, Herderen. Ah, ja. Hij heeft nog 5 seizoenen gespeeld. Daar heb ik wel foto's van dat ik langs het plein stond. Maar ik moet nog... daar straks vertelde ik over... Die match had er een speler over de plein is gelopen. Dat is een heel grappige anekdote. Ik was er zelf niet bij, maar het is nadien in geuren en kleuren verteld door iedereen. Mijn grootvader zaliger, want de man is 3 jaar geleden jammer genoeg gestorven. Trouwens, op zijn 7 of 88, ik wil het kwijt zijn, zat hem nog op de tribune. Hebben we hem nog eens meegenomen naar Staaien. De man heeft in al zijn jaren geen match gemist. Tot het echt nummer ging. En dan was het vastgekluisterd met zijn klein radio op de wc. Heel de match volgen op Radio 1. Ja, maar waarom op de wc? Omdat mijn grootmoeder dat niet kon verdragen, dat in de keuken was. En, maar dat is echt grappig. Dan hoorden we zo... keuzes maken. Ja, dat is gelijk kinderen. Dan zat hem bij zijn radio. En ik heb dat radio, dus toen ze allebei kwamen het overlijden, mijn grootouders, het huis verkocht werd, mocht elk kleinkind mocht iets kiezen uit het huis. En wat heb ik gekozen? Dat radio. Altijd op de wc. Daar altijd, waar altijd op de wc naar de voetbal luisterde. Dat radio heb ik en dat staat nu bij mij op de badkamer. Dus iedere keer als ik naar de radio... Dus maar het verhaal. Ja, sorry, we wijken af. Maar de man was een grote Sint-Truiden supporter. Ik kon ook die namen nooit niet te goed uitspreken. Hij is altijd Isaías. Altijd aan het uitweiden. Ik ben al aan het uitweiden. Blijkbaar kreeg onze pa... Dat is ik precies. Ja, dus ik heb er twee bij me. Onze pa speelde op de bak. In al die jaren bij CW op de bak. Rechts of links? Ik denk rechts. Kom, schijf uit. Hij stond op de plein. Ja? Ik denk of rechtsbak. Ja. Sorry, pa, dat ben ik vergeten. Hij stond op de bak en hij maakte niet veel vuile fouten. Hij was een redelijke fijne speler, maar hij heeft dan toch eens een rode kaart gehad. Oei. Ja. Ik denk dat verhaal is... Onbewust intentioneel. Ja, onbewust intentioneel, een rode kaart. En mijn grootvader, Bopa Adrij, was het daar dus zodanig niet mee eens. Dat was een schande en dit en dat. En dat was zo kwaad dat er van de tribune afgekomen is op Staaien, over de platen is gekropen en los naar de nabitter is gelopen. Maar blijkbaar hadden een paar spelers van STVV hem erkend. Dat is Herman zijn pa. Dus die hebben hem eigenlijk net voordat er bij de nabitter was, hebben ze hem kunnen tegenhouden en hebben ze hem tegen de grond kunnen krijgen. Maar in die tijd, stewards, dat bestond nog niet. Stadion verboden ook al echt. Dat zal ook nog niet bestaan hebben. Maar dat doet mij zo'n beetje denken als toen wij samen voetbalden, Matthias. Maar daar gaan we niet verder op. Ja, maar toen hadden we ook zo'n pa. Nu weten we natuurlijk wel waar die Fury vandaan komt. Die Fury komt van de familie Kempers. Dus ja, en onze pa nog altijd op Staaien. Hij zit voor ons op de tribune. Ja, dus hij is wel hevige supporter nog altijd. Ja, dus misschien daarop inpikkend. Want hevige supporter... natuurlijk, we hebben je uitgenodigd omdat je er ook in bent. Maar je zet dat natuurlijk al lang, na je tijd bij Anderlecht, voor Anderlecht. Tijdens, hè. Ja, maar goed. Je zet... Begin jaren 2000 ook betrokken geweest bij Sector L. Hè? Misschien kun je daar ook iets over vertellen. Ja, dat is inderdaad al heel lang geleden. Ik denk, toen had je nog veel haar. Toen had ik nog heel veel haar, dat ook. Dat was waar. En ik herinner me, vroeger stonden wij naast de spionkop aan de zijkant, onder de duivenkoten. En dan waren we een paar jongeren bezig van, dan moet hier toch echt wel eens iets aan gebeuren. We moeten toch terug die echte sfeer in krijgen. Eigenlijk hebben we een tijdje terug ook zo weer zo'n padstelling gehad van, en nu nog altijd, waar is de sfeer? En zo we beginnen brainstormen met mensen. En dan, ik denk dat we toch met een redelijke groep waren van, we moeten dit doen. Mm. En dan zijn we, denk ik, met de club gaan praten over waar in het stadion zouden we zo terug een jonge sfeergroep kunnen oprichten? Waar zouden we dat kunnen doen? En dan kwam het de Jonagold, ooit nog van KV Mechelen geweest, de Jonagold. Ja, daar hebben we nog een vak. Ja, anders moeten we dat daar doen. En dat was toen het vak L. Ja. Ik heb, misschien gaan sommigen jaloers zijn op mij, destijds bij de afbraak of de renovatie van Staaien werden er zo nieuwe signalisatiegangen. En dat oude plaat met de L... Ja, dat ligt bij u. Ja, dat ligt bij mij. Ik heb dat toen er nog nooit bij thuis zien hangen. Dat hangt bij ons ma en pa in de kelder. Maar ik moet dat dringend eens gaan halen. Maar dat is dus het originele
plaat met de L van Sector L. Dat hangt bij ons maar een paar in de kelder. En dan zijn we begonnen met Sector L. Ik ga geen namen noemen, anders ga ik mensen vergeten, maar we waren met heel wat. En ik herinner nog dat we zo denk in het café dan alles aan het bespreken waren, van hoe gaan we het doen en dit en dat. En dan de eerste match dat we dat deden. We gingen flyeren, scholen en affiches, want ja, Facebook en zo, dat bestond nog niet in die tijd. Dus we gingen dan van mond tot mond zoveel mogelijk mensen proberen, jongeren vooral, proberen warm te maken om naar dat vak te gaan. En ik weet de eerste match met die wit was. Gent. Ik denk tegen Gent. Ik wou net zeggen tegen Gent. Dat wilde ook wel just lukken. Ja, ik denk tegen Gent. De eerste match, en ik weet nog, ik ga één naam noemen, dat ik met Kevin de Korte en Jurgen Wouters, zaliger, dat wij onder zo, we kwamen zo van onder de dingen door en we kwamen in dat vak. En dat vak stond van voor tot achter vol. Ik kreeg nog kiekenvel als ik eraan denk. Ja, dat stond boomvol. En dat was echt zo van, wow, hier hebben we echt wel iets neergezet. Mm-hmm. En dan, de rest is geschiedenis. Nu zijn we er wel al even uit. Er zijn heel veel vriendschappen uit ontstaan uit dat begin van Sector L. We hebben al de truien, hè? De truien van Sector L. Ja, de die kap. Hebben we nog allemaal. Ik heb die nog. Ja. Dat was Stijn Kempeneers, denk ik, en Thibaut Center en Erik van Mansover, die daar toen, en Kevin de Korten ook, hè? Die dan T-Store in Leuven, dat weet ik ook nog niet, dat die mannen toen op kot zaten. Die mannen op kot zaten in Leuven, dan lieten we die truien drukken in Leuven. En dan werden die op de speelplaatsen in de scholen verkocht. Juist, ik heb dat nog gekocht. En dat was in die tijd nog zo bij geld, en dan moest Stijn die truien gaan bestellen in Leuven. Die werden in Leuven besteld. En dan dat was een heel gedoe, want dan hadden we dat niet bij Vingerol besteld. Nadien denk ik wel, dat we dat bij Vingerol besteld hebben. Ja. Maar we hadden altijd trui tekort. Dat verkocht ik zot. We kregen dat niet, bijgehouden. Iedereen had dat, meer, en ja, dat was onwaarschijnlijk. Ja, een prachtige tijd. Ja, ik herinner mij ook nog die eerste maat. Dat was echt ongelooflijk. Ja. Want niemand wist eigenlijk te goed wat ging geven. Hè. Nee, dat was zo'n beetje een black box. En ik weet nog, eigenlijk... Het is helemaal ontstaan op dat forum, herinner ik mij, heel lang geleden. Ja, daar begonnen die discussies te... Daar begon dat, ja. Daar begon dat. En het zotte was ook dat je zo, dat je op zo'n korte tijd zoveel mensen kon mobiliseren. En dat is ook hetgene wat ik nu altijd blijf zeggen. De potentie zal erop staan altijd zijn. Wij zullen altijd mensen genoeg vinden om dat stadion te vullen. Maar... Ja, dan maar wat? Dan moet er terug beleving zijn, dan moet er terug hè, daar hebben jullie het al uitgebreid over gehad. Ja. Dan moet de voetbal op tv heeft er voor een groot stuk veranderd. Er zijn dingen gebeurd in het verleden, mensen zijn de weg een beetje kwijtgeraakt aan Staaien, maar ik ben er echt van overtuigd, getuigen ook de match vorig jaar tegen Standaar op het einde, er is potentieel. Ja. En we kunnen heel veel doen en we zijn goed bezig, ooit krijgen we dat terug vol. Vind jij, gewoon een vraag, Matthias, want je hebt... professionele activiteiten liggen bij events en zo. Vind je dat we goed bezig zijn? Ja, ik vind dat echt. En ik meen dat ook echt. Je weet, hè, mijn, inderdaad, professioneel ben ik vooral met evenementen bezig, ook in de sport. Hè. Niet alleen sport, maar ook andere dingen. En ik kan wel zeggen dat wat ik nu zie, doet mij heel veel denken aan clubs die daar heel veel effort steken in fanbeleving, in... de sfeer op en rond het stadion. We hebben dat een tijdje terug ook gekend. We waren dat kwijt. We zijn dat tegen de Japanners gaan zeggen. De Japanners hebben, hebben echt wel geluisterd. En kijk, Bert Stas is nu aangenomen en levert heel mooi werk. Dus ik denk echt dat we goed bezig zijn. Ook online, als je kijkt naar die content dat de club maakt, ik vind dat is van een zeer, zeer hoog niveau. Mm-hmm. En ik wil alleen dat ook resulteert in volk in de tribunes. Ja. En die match tegen Standaar is eigenlijk het beste voorbeeld. Mannen, je hebt daar op 2 weken tijd met wat acties te doen en wat dingen aan te kondigen en filmpjes te maken en al wat je wilt, heb je dat stadion vol gekregen. Vol was het niet, maar het was toch veel vol. Ja, Jan, het was niet tot de laatste stoel uitverkocht, maar ik denk wel... Het was, ik ga zeker niet... Peter Onkeling zou zeggen 25.000 man... Laat ons zeggen dat er 9.000, 9.500 man. Maar je zit ook altijd met dingen, vroeger ook, hè, als het hier uitverkocht was, zit je nog altijd met die Tribune West. Daar blijft niet vol zitten. Hè. Ja. Maar vroeger waren we daar al over aan het nurken. En dat is niet meer. Nu zijn we aan het zoeken om die Oost en die Noord te vullen. Wat mij ook wel zo'n beetje ertoe brengt van ja, die Noord. Ik heb daar nu zo eens naar de laatste tijd zo naar zitten kijken. Ten eerste vind ik die eigenlijk te groot voor de
sfeermakers die we hebben. Die is niet te groot, Niele. Die tribune, de capaciteit is van dat vak, is denk ik, ik moet het kwijt zijn, 1400 man. Ja, dat is toch voor Sint-Truiden. Ja, maar dan moet je eigenlijk naar sfeer toe, moet je dat wel kunnen vullen. Ik wil even dat tegengewicht brengen, Matthias. De sector L, waar wij stonden, dat stond vol met 500 man. Hè? Dat is waar. Maar ik durf zeggen, de matchen, de topmatchen aan de Noord hebben ook ooit volgestaan. Hè? Zet die 500 man in het midden, die zorgen voor sfeer, en zet er daar nog 450 links en 450 rechts. Maar het zijn vooral die dat gemist hebt, want die in het midden staan er. Hè? En ik vond bijvoorbeeld die Shell-actie zo... Prachtig. Was heel goed gedaan, heel simpel. Maar die mannen doen heel dun. Ik moest heel hard lachen, ik heb naar iemand met een zoon, het was te laat, ik kon niet meegaan, hè? Ook, want het was te ver rijden ook. Je hoort, we noemen hem daar op onze Sportza dingen, Aster en Zeymana. Hoort je zeggen, ik lees iets van Ras Apat of zoiets, tot zover rijk met Limburgs. Maar dat was eigenlijk een heel chic spandoek. Gewoon Ras Apat. En dat staat ook op die sjaals. Je ziet al die sjaals. Dat is echt goed gedaan. Die mannen zijn, dat meen ik oprecht, die mannen zijn echt goed bezig. Vind je ze vocaal ook even goed? Ja, ik vind ze... Daar heb ik soms zelf, maar dat is zonder echt... Daarvoor zijn we te oud geworden. Waarschijnlijk. We zijn te oud. De liedjes van... Maar ik wil toch even mijn punt maken. Ik vind dat de liedjes... dat ze vaak ver gezocht zijn. Maar goed, dat is inderdaad waarschijnlijk te oud. En dat zal misschien... Maar ik vind wel dat we nu... hoorde ik twee liedjes dat ik denk, ja, dat zijn twee standaardklassiekers. Moet dat nu echt... En ons repertoire lijkt mij te groot om die Oost mee te krijgen. Je kunt niet constant wijzigen naar liedjes en naar liedjes. Je moet de klassiekers terugbovenhalen van vroeger. Dat vind ik dus ook. En dat was een beetje mijn punt. Dat ik het zo vocaal niet altijd even goed vind. Maar ik vond het wel goed. Ik vind ook goed dat ze centraal staan. En die Shala-actie vond ik het... Maar goed, Matthias, jij wil iets Ik wil iets zeggen. Wat jij bedoelt met de groot... Het grote probleem is, het is te hoog. Ja, absoluut. Het Daar is ben te ik hoog. Ze zitten... Eigenlijk precies de akoestiek niet zo goed. Ja, ze zitten te ver van het veld. En dat was ook nooit voorzien als een sfeer te brengen. Nee. Dat ging een VIP-tribune zijn. Hè? Die 150 man van Gent die daar zat, die zitten daar van boven, op de ASLK-tribune, van boven onderin, die maakten meer sfeer. Maar iemand naast ons zei van, ja, horen ze dat weer galmt? Ja. Dat was wat die wij maakten vroeger... niet meer sfeer. Nee, hoorde je maar dat was wat wij vroeger bij Sectorel hadden. Wij stonden onderin. Ja. Hè? Met de stroboscoop. En we hebben van boven ook gestaan een tijd. Dus, ja, dat is waar. En daar was veel meer akoestiek. Zet die tribune wat lager en je zou al een heel ding... Maar goed, het is wat het is. Meer plaats voor goalkeepers ervoor te zetten. Hè? Terug. Ja, inderdaad, ze stonden er nog. Oh, goed, daar komen we straks op. Maar het is ook wel... We hebben ons een vraag gehad, ook naar aanleiding van ons bezoek van Makers. Was het ook wel de vraag van, ja, kunnen we niet daar terug gaan zitten? Ik denk, qua veiligheid is ook wel de perfecte oplossing geweest van daar de bezoekers. Alleen gaat dat ten koste van de sfeer. Want, dat is waar. Dus bezoekers, wanneer zijn er nog incidenten? Bijna nooit, hè? Tegen Genk. Ja, maar dat is dan meestal omdat iemand in ons vak, in Tribune Oost, komt zitten. Het is nooit tot een confrontatie of zo. Terwijl dat vroeger wel was. En dan moesten die daar weigeren. En die bussen nog voorbij. En aanstaaien. Maar Onkel Roland ging toch een nieuwe tribune zetten met de plaats. Daar horen we heel weinig van. De stad wil niet meer werken, blijkbaar. Ja. Ja. Waar ik wel twee positieve zaken, en dat is in het algemeen voor heel Staaien, en daarnet was zeker geen kritiek naar de mannen van Noord, maar twee heel chique zaken waar ik toch eigenlijk even wil bestilstaan. Tegen Brugge, het aanjagen en het en boegeroep aan onze kant, en de verdediging en zelfs Mignolet onder druk zetten op die manier, en zelfs Lukke daarin. En Odoi en Meijer en Silla, zeker, of hoe heet hem. Dat was fantastisch, vond ik. Maar het werd nog beter afgelopen zondag. Hoe kan dat beter zijn zondag? Ja, een hele helft machteloos te zien en dan die collectieve uiting tegen die arbiter, dat collectief zingen van amateur. Dat was, en dat bleef even doorgaan. Dat was ongelooflijk. Ja. Ik heb van onze plaats Dieter Klerink zien zitten en daar volk mee opjagen. Die zit drie vaken verder. Dat was van eigenlijk even kippenvel moment. Ik vond dat zo chic, dat uiten van ongenoegen en dat collectief daarom was. Maar stadium, ik denk eerlijk gezegd terug aan een jaar, exact een jaar geleden. Ja. Toen zaten we hier in heel andere omstandigheden. Dat was het geval Pius, dat we het vorige keer ook over gehad. Dat was 23 januari, dacht ik. Ik denk daar dikwijls aan terug. Toen hadden we echt het gevoel, dat was toch het gevoel dat mij leefde, verbeter mee als het niet zo is, maar
er is geen beleving meer. Er is weinig gevoel bij Sint-Truiden. Er is geen affectiviteit. Dat is wat Meekers ook zei. Dat is een tristige maatje. Voilà. Maar wat je nu ziet, en je ziet, en dat wil je waarschijnlijk ook zeggen met je... Ja, dat was lang geleden. Mensen zijn terug bezig met Sint-Truiden, trekken het zich aan. En ik had een beetje schrik na Zulte-Waregem en na het, het Brulsverhaal. Ik ga eerlijk zijn, ik had toen zoiets van, alles we opgebouwd hebben, dat is de nieuwe negativiste. Ja, daar gaan we weer. Maar ik zag het echt allemaal in elkaar stuiken. En ik moet eerlijk zeggen, zelfs na... Ja, het is uiteindelijk nog maar een 1 op 6, maar zelfs... Ja, 4 op 9, want dan ben je geopend gewoon. Dat je toch nog... Ik heb echt nog altijd het gevoel, we zijn nog altijd aan het bouwen. Er is nog beleving, er is nog leven. Het gaat alleen maar beter worden. Dat gevoel heb ik echt. En zelfs als een negativist. Dus daarom dat ik dat van die supporters zo chic vond zondag. Ik heb daar echt staan van genieten. Gewoon, maar het was echt... Ja. De mannen zijn ook blijven zingen. Hè. Ze hebben ook bij de 0-3 bleven ze zingen. Hè. En ze zijn wel altijd die sfeer in het stadion blijven aanwakkeren. Dat is waar. En dat is absoluut chapeau. Dat samen amateur roepen, dat was heerlijk. Dat was echt gelijk vroeger. Hè, want we naar beter uitkijken, dat hoorde er ook gewoon bij. Hè. Nu nog heel die tribune vol krijgen. Want ik moet nog iets grappigs vertellen. Dat ik daar in Oostenrijk in mijn hotelkamer bij mijn dingen op mijn schoot zat. Wij denken altijd, oh my, het zit goed vol. Hè. Het is van ambiance. Ja. En we kijken rond ons, dat vak zit vol. En je kijkt ons een beetje over de tribune en je ziet dat... Maar dat is gewoon alleen dat vak, dat boomvol zit. Ja, ons vak C. Dat was op tv heel duidelijk. Dat vak zit... Er is geen ene stoel vrij. Moesten we dan niet toch terug over heel de tribune kunnen kijken? Ja. Het zou zo schoon zijn. Het zou niet alleen schoon zijn, het is absoluut nodig. Hè? Ja. Want dat zal er ons toe leiden, of dat zal ons helpen om schone STVV-dingen te bouwen. Mooi bruggetje. Ben je een bruggetje aan het maken, Jan? Hè? Komt er weer een bruggetje aan? Was het semi-professionalisme waar ik tussen bedreven in geraak of niet? Kan hem toch. Dat gaat de luisteraar uitmaken. Maar dus inderdaad, vroeger... Was beter, hè? Was beter. Ja, dat is waar. Matthias. Nu gaat je mij vragen naar mijn schoonste herinneringen. Wel, nu, omdat je dat zegt, ga ik dat niet doen. Nee, dat is niet. Nee, ook, je moet je slechtste herinneringen. Nee. Maar misschien wel goed, eigenlijk. Als een optimist zelfs. Maar we gaan eens beginnen met je schoonste herinnering. Mijn schoonste herinnering, ik heb erover zitten nadenken. Ik heb ook heel veel belangrijke momenten gemist, waar jullie altijd mee lachen. Hè? Ah, ja, dat vind ik wel een goed verhaal. Dus ik moet er wel eentje bij vertellen. Mag ik eerst dat vertellen? Dat is heel grappig. Je hebt nog tijd. Dus door mijn job kan ik niet altijd zo gericht vakanties nemen. Dan moet ik altijd zo wat zoeken als er ergens een moment is. Van ja, nu kan ik even gaan. En ik weet dat ik me... Als je terwijl je bezig zit, ik even naar boven gaan. Breng me gewoon nog in de mee. Dat was de match tegen Geel, de kampioenen. Match. Het toeval wilde dat ik op dat moment een citytrip met mijn vrouw naar Oslo had gepland. Slechte planning, hè? Ja, slechte planning, maar goed, dat was inderdaad zeer slecht gepland. Nu, je weet, zoals jullie weten, mijn vrouw die vindt voetbal verschrikkelijk. Hè? Die haat dat, die snapt ook nog altijd niet waarom. Ik heb 10 jaar achter de kazerne gewoond in Mechelen, naast het stadion van KV. Die snapt nog altijd niet dat ik daar geen abonnement genomen heb. Ik probeer dat nog altijd uit te leggen, dat je uw ploeg niet kiest. Maar dat is zoals ze zeggen, dat je trouwt met je moeder, want je moeder is hetzelfde. Hè? Ja, voilà, ja. Dat is waar. We zaten op de terugweg, want ik had geprobeerd om nog een vlucht vroeger te pakken, maar dat ging dus niet, dus ik moest die vlucht nemen en die vlucht was... Ik zou de uitslag net voor het vertrek van de vlucht weten. Dus dat was al voor mij al een geruststelling. Ik zou, voor ik die vliegers opstappen, zou ik weten of we kampioen waren of niet. Ja. En ik zat op mijn trein, alleen, samen met mijn vrouw, er zijn nog andere mensen, het was redelijk stil. En ik had mijn oortjes in en ik was op mijn gsm aan het volgen. Ik probeer me dat echt voor te stellen, Jan. Dus we zullen in real time vertellen, Matthias was dus op zijn oortjes aan het luisteren, wij waren al half dronken. Ik was met jullie aan het sms'en of in onze WhatsApp-groep of in onze messengergroep. Ja, dat bestond toen al. Er waren ook mensen bij die niet zo vaak naar het stadion komen, maar die toch mee waren naar Geel. Yeah. En ik was zo gefrustreerd. Hè. Maar dus, ik volgde de dingen. En in één keer scoort de CV en de buit was binnen. Ik ben daar recht gesprongen in die trein, in die coupé. Maar echt zo... Mijn vrouw zo, wat doet je nu? Ik zeg, we zijn kampioen. Ik kan mij echt zo... Maar je moet je beelden en al die noren. En in één keer rond aan het kijken, komt daar zo'n conducteur naar mij. Die pakt me met mijn arm. Sir, can you please shut up? En die wijst naar zo'n bord in die wagon.
blijkbaar zat ik dus in de quiet room. Was dus een onderdeel van die trein, quiet room. Al die mensen vies naar mij aan het zien, maar ik was zo blij. Ja. Ik ben van die vlieger afgekomen, ik ben in de auto gesprongen, ik ben naar Centraal gereden. En tegen dan waren de bussen niet. Ik was ongeveer, iets na de bussen. Ook wel later. Ik herinner me niet meer dat je toegekomen bent. Ik ben toegekomen, dus. ik ben speciaal. Ja, maar dat twijfel ik, maar ik denk dat wij toen al... Denk dat jullie er al waren, ja, dat kan. Ja. Fijn, wat, dus dat is een... En ik heb ook de match tegen Genk, de mooie overwinning op, tegen Genk, heb ik ook gemist. Hè. Dus ook, die ook. Die heb ik ook gemist. Dat wist, ja. Ja, die heb ik ook dat gemist. Wist ik al dat heel, was ik al vergeten. Ja. Dat heb ik ook gemist. En dan heb ik nog eens een heel schoon match. De match, daar spreekt iedereen nog altijd over. Dat is de match tegen Lommel, de 3-2. Ja. Nee, de 4-3. 4-3 met Dalibor. Djiribic daar twee schitterende golen maakt. Die match heb ik ook gemist. Ja, dat, die moet ik ook wel terug. Dus dat is ook wel vaag. Ik denk wel dat ik ze gezien heb, maar dat is... Maar, mijn schoonste herinnering. Ja. Waar je bij waart dan. Waar ik bij was. Waar ik bij was. Zijn die er dan wel? Heel mooie. Heel veel uitmatchen, vind ik echt wel. En dan de 3-3. Nee, maar begin, zeg je schoonste. Ja, de schoonste. Oh, ik heb er zoveel. Nee, de schoonste is eigenlijk de halve finale op Beerschot voor de beker van België. Die heb ik ook al vaak gehad. Heb je die al vaak gehad in de podcast? Ik heb niet geluisterd. Oei, dat heb ik dan gemist. Maar er is een heel grappige anekdote bij. Dus, vertel ons. Wij leggen er ook regelmatig bussen in. Hè. Dus als dan, je hebt dan de gekende supportersvereniging die dan altijd een bus hebben. Hè. Maar dan voor zo'n gelegenheden werden er ook extra bussen ingelegd. Hè. Denk aan de bekerfinale. Hoeveel bussen hebben we ingelegd? 25 of zo, vanuit de Barabar. Alleen van de Barabar. Vanuit de Barabar bij Jobert, de Braar, Matthijs. Dat we daar altijd met ontbijt en zo, schitterend. En we zitten in de bus en we komen toe in Beerschot. En er was een oude buschauffeur. Ik denk dat het de bus van de Witte Merel was. Ik heb het nooit vergeten. Dat zou nu niet meer gaan. Blijkbaar is het helemaal een feit. En we waren met zo'n sfeer in die bus. En ik denk dat ik als een van de laatste uit de bus ging. En die buschauffeur... Je moet me geen zorg beloven. Als je straks wint... Je breekt me de bus niet af. Je gaat niet op talk van de bus staan. Je doet niks. Je gaat gewoon op een stoel zitten. En ik zo heel serieus. Dat kan nog net verzekeren dat ging gebeuren. We zullen ons best doen. Dus 0-0 was die match. Ja, we gaan naar Den IJssel. Ik krijg nog kiekenvel als ik eraan denk. Het eerste wat we doen als we aan die bus komen, dat is die bus ingaan, die pijlen Bengaals vuur pakken, dat luik van die bus open en er beginnen de eerste mannen. Maar die buschauffeur stond nog beneden aan zijn bus, die geraakte niet in die bus. En ondertussen stond er al 4-5 man op die bus, hadden die al Bengaals vuur open. Waaronder Bart van Gaar. Bart van Gaar stak nog bij zijn been uit het luik. Ondertussen was die buschauffeur terug in die bus en die hing aan van Gaar zijn been. Kom van dat dak af. Hij was een liedje aan het zingen. Maar het kalf was verdronken en dan stond allemaal op die bus, allemaal blutsen. In het dak van die bus, dat Bengaals vuur. Die sfeer daar rond die bussen, die rode gloed van dat ding, en wij gaan naar Den IJssel, dat is voor mij toch wel echt... En zelfs de dag van Den IJssel ook, hè, de bekerfinale, met al die bussen, met al die dingen naar dingen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Ik herinner me dat we naar de beurs geweest, in de grote markt, in die tram, of in die dingen, in die metro... Ik vond dat een hele mooie dag. Het is een hele grote anticlimax. En ik begrijp nog altijd niet dat feest achteraf op de grote markt. Ja. Ik zie ons daar nogal een drie zitten. Ja, dat is ook al verschillende keren. Ah, sorry. Maar nee, maar ja, je hebt... Nee, maar dat vond ik het even... Komt, van, ja. Als we de mensen vragen naar de schoonste, komt dat natuurlijk altijd terug naar boven. Dat is raar. Dus daarom vind ik het zo jammer, die rode kaart van Schmidt tegen Zulte Waregem. Ik zag het al terug helemaal voor mij. Ik ben dikwijls ook jaloers op van die ploegen die zo echt zoiets memorabel meemaken, zo'n prijs pakken. Misschien daarom dat je voor Anderlecht bent. Jeugdzonde, Jan, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ik woon nu al zo lang in het Mechelse. Ik heb zo lang op KV Mechelen. Ik ga af en toe zijn. Weet je trouwens dat er ook heel veel Sint-Truiden supporters in Mechelen wonen? Mm-hmm, ja. We zijn toch met een redelijke groep. Ja, er zijn wel een groep. De Vlemings, de Egon Bijloos, Michel. De Michel. Dus we gaan zo regelmatig ook eens naar KV Mechelen kijken. En ik moet eerlijk toegeven en eerlijk bekennen, die mannen hebben toch al wat dingen gewonnen. Die hebben allemaal prijzen gepakt. Die hebben hun club terug boven water gehaald. En die hebben zo wat iconen daar rondlopen. Dat is toch iets wat ik toch eigenlijk toch heel graag eens op stadion zou willen meemaken. En zo eens echt een prijs pakken. Zo echt die bekerfinale wel eens winnen. En daar zo... Zelfs fucking Zulte Waregem wel twee keer de beker gewonnen. En La Louvière. Ja, wrijf het er nog maar in. Ja, maar dat zijn ze allemaal van die fusieclubs. En die winnen dan... Die dan niet meer bestaan. Die dan niet meer bestaan. Kijk naar Lokeren. Ook twee keer de beker gewonnen in de recente geschiedenis. Ik moet eerlijk toegeven, dat steekt me toch wel heel fel tegen de borst. En ik hoop dat we binnen
20 jaar die podcast, dat je die nog aan het doen zit onder jullie, hè, dat je dan allemaal wat ouder bent, maar dat we dan toch kunnen zeggen, weet je het nog? Ik hoop dat ik er dan van kan leren. Dan zult je niet aan. Ik koester daar geen enkele illusie, maar ik ben ook een negativist. Dus, ja, ja. Maar ik dacht dan, jongens, doe wat je doet. Misschien wel een tweede micro aanschaffen. Nee, maar dat je zo... Sponsors mogen zich melden. Maar dat je in 2026 zou kunnen zeggen, of in 2030, hè, dat je zou kunnen zeggen, weet je het nog in 2027? Hè, of dat schoon moment op de IJssel, dat we daar... Weet je, we waren toch aan het zeven zo, hè, van stel je voor, zult de Waregem dat halen nog wel, Genk zit nog in de halve finale... in de kwartfinale, stel je nu voor, dat zou toch het summum zijn voor elke centrale. Oké, het zou ook ons grootste... Wat trauma. Het zou het grootste trauma kunnen zijn, maar had je nu ingebeeld, we winnen tegen Zulte Waregem, Genk was dan ook doorgeraakt, en we spelen die halve finale... Nee, de halve finale. We spelen de halve finale tegen Genk, en je wint dan. Nee, maar laat ons zeggen, laat het nog erger maken, of nog geweldiger maken. Je speelt de finale op de IJssel. Tegen Genk. Ja, ik weet en je gedaan. Wint dan... Ja, dan mag de club stoppen. Ja, want dan is zoals een spelletje spelen en de eindbaas verslaan. Je hebt het uitgespeeld. Dat is zoals ze bij het WK zeggen, ja, Messi heeft voetbal uitgespeeld. Ja, vanaf daar. Hij heeft WK gewonnen, hij heeft alles gewonnen wat er maar bestaat. Ja, dan heb je het uitgespeeld. Even onder ons. Zou je durven kijken naar... Zou je gaan naar de net? Ik weet niet, dat meen ik serieus. Stel je nu voor dat wij die finale... Dank je vanaf of Anderlecht speelt vandaag. Beeld de win dat wij echt die finale op Genk spelen. Ik zou niet weten of ik zou durven gaan kijken. Ja, maar ik denk dat je dat... Het dilemma stelt zich niet, dus we gaan daar niet... Zoals de hanen zei, problemen oplossen als ze zich stellen. Dat is waar. Goed. Maar goed, dat was hem weer, denk ik. Hè. We hebben al een uur gesproken, maar is dan? Het is echt een uur. Nu moeten we iets gaan drinken dan. Ja, ik ben de nieuwe receptie. Ja, maar jullie zijn al goed bezig. Ik ben al bezig. Ja, Oké, de podcast is nu wel gedaan, maar wij gaan door natuurlijk. Zondag. Misschien moeten we eerst eens kijken, zelfs als we in de revue zijn, of die golkers er nog staan. Ze staan er niet, die gaan er nog heel lang staan. Ik vroeg me af, al die ballenjongens rond het veld, dat zijn blijkbaar vrijwilligers. Ik dacht dat er spelertjes waren, maar blijkbaar dat is ook. Ja, misschien nog iets voor u. Ik denk het niet. Maar ik, echt serieus, ik wil er eens een warme oproep doen aan Sven Menter en al die mannen, hè, onze operations. Om zo'n ballenjongen te zijn. Nee, maar kunnen we niet gewoon even die mannen een kwartier vroeger naar de match laten komen voor de opwarming en samen die goalkes even zo de parking zo dragen? Zo simpel zal het niet zijn, Matthias. Dat kan niet moeilijk zijn, Jan. Niele, want dat hebben we gezien tijdens de match. Ja, de match tegen Brugge stond er 6 man in die goal, dus ik denk dat dat security was. Oh, ik vind dat zo... Ik organiseer evenementen. Hè. Pak die goalkes vast. Mijn koppelman, zet die op de parking. Ik ben blij dat jij mijn frustratie deelt. Ik wist dat niet, Matthias. Ja, heel eerlijk. Ik wil ze zelf gaan mee helpen dragen. Ja, we zijn er gekomen. Niet, maar we zijn hier eigenlijk ongecontroleerd. Anders moeten we gewoon subiet. Mijn goalkes gewoon ergens aan het spoor zetten, tegen het spoor. Ja. Dat zou wel een heel goed zijn. Dat zou een goeie zijn. Maar goed, dus... De kokers staan er voorlopig nog. Zondag zijn wij te gast, Niel en ik, of Bing Podcast, is hoe je het wilt zien, bij het... Podcast Award? Nee. Nog niet. Bij het ZGR-collectief, dat is een podcast over podcast. Over voetbalpodcast. Over voetbalpodcast, echt waar. We zijn uitgenodigd door die mannen. En dan aan jullie 7e podcast. 10e. We zitten aan een jubileum. Dus volg... Probeer het af te sluiten. Volg onze socials voor meer informatie daarover. Ja. Ik ga niet zeggen. We zullen het wel zien wat gaat geven zondag. We zullen zien wat gaat geven. Alles sinds ver rijden. Het is naar het verre West-Vlaanderen. Ja, we zijn er nog niet. Maar, ik had iets beloofd in het begin van de podcast. Ja, juist. Ik had beloofd dat we heel mooi en prachtig gingen afsluiten. We gaan afsluiten met kippenvel. Hetzelfde gevoel dat je had de eerste match van Sectorel tegen Agent, Matthias. De aanwezigen, de mensen die aanwezig waren tegen Brugge, die hebben het al gehoord. Het was toen dat... Onze eigen Christophe Ehle op het veld verscheen en de Champions League hymn in de Truinse versie zong. Ik hoorde van iedereen dat de tekst niet helemaal verstaanbaar was, toch niet overal. Dit is nu dus jullie kans om mee te genieten. Van de prachtige Truinse taal op de tonen van het voetballied, de Champions League hymne. En Matthias, voor één keer zijn onmogelijks onbereikbare dromen toegelaten. Sluit jullie ogen en droom mee van die ene dag waar ons STVV samen met haar duizenden Canaries intens genieten van dit lied, vlak voor onze eerste Champions League wedstrijd. Tot dan, tot een volgende keer bij Bink.
maar niet. Van groot tot klein verdiedering.